Dit is de Philips Airfryer, een soort mini-heet luchtoventje dat je kunt gebruiken om frietjes of snacks zonder extra toegevoegd vet klaar te maken. Hij is al een paar jaar op de markt en er zijn inmiddels ook wat nieuwe versies verschenen, bijvoorbeeld met een digitaal display en met een bakblik, zodat je er ook taart in kunt maken. Er kan ongeveer 700 gram friet of 4 snacks tegelijk in. En blijkbaar vond niet iedereen dat genoeg, want nu is er de Airfryer XL. De XL is eigenlijk niet eens zoveel groter dan de gewone airfryer, maar er past wel anderhalf keer zoveel friet in. En verder ziet hij er ook wat gelikter uit. Kijk, hij heeft een mooi digitaal display, deze heeft gewoon draaiknoppen en hij heeft een wat leuker handvat dan die. Maar voor de rest werkt hij eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik gebruik ovenfriet, want dat levert volgens de fabrikant de beste resultaten op. In de gebruiksaanwijzing staat dat je tussendoor moet schudden, maar dat ga ik lekker niet doen. Ik ga kijken of de frieten ook zonder tussendoor schudden gelijkmatig bruin worden. Ze maken trouwens behoorlijke herrie zoals je kunt horen. Beide airfryers hebben een zogenaamde koude wand. Dat betekent dat je ze onder het gebruik gewoon overal kunt aanraken zonder dat je je handen brandt. Hij wordt hier bovenop voor deze wel bloedheet aan deze kant. Dus dan moet je heel erg oppassen als je die onder een laag plankje of iets dergelijks zet. Voldoende ventilatieruimte overhouden. Deze wordt ook niet te warm, maar die wordt aan de achterkant, zit het ventilatierooster. Ook een beetje oppassen dus. Nou goed, er zijn 20 minuten voorbij. Dat is de maximale tijd dat ze erin mochten. Ik ga eventjes kijken wat er van geworden is. Nou, dit is de kleine airfryer. Nou, van de XL is natuurlijk de uitdaging. Er zijn frieten overal gelijkmatig gebakken, want dat is met een grotere hoeveelheid friet natuurlijk lastiger. We gaan eens even wat mensen vragen of ze verschil proeven. Ja, het is echt gewoon aardappelpuree wat een beetje in een, nog een tikje krokant is. Okay. Maar deze vind ik er beter uitzien. Ja, ik proef toch wel verschil. Ja? Ja, ik vind deze veel lekkerder dan deze. Oké. Okay. En de kleur vind ik ook beter. Maar... Zo, nu moet ik goed op kouwen op deze. Nee, hier zou ik niet verder aan gaan. Deze vind ik wel oké. Maar... Deze vind ik oké, maar deze zijn niet lekker. De frieten uit de airfryer XL die waren wel wat mooier dan die uit de gewone airfryer. Maar als je ze wat langer in de gewone airfryer laat, dan worden ze waarschijnlijk ook wel wat mooier. Want bij de bitterballen en de kroketten zagen we alweer veel minder verschil. Allebei dezelfde plus- en minpunten? Ja. Het lijkt iets knapperiger, maar... Deze? Ja. Okay. Maar het verschilt niet veel. Maar op zich verder wel lekker. Mm-hmm. Nou, het echt grote verschil zit hem natuurlijk in de capaciteit. In de airfryer XL past gewoon anderhalf keer zoveel als in de gewone airfryer. En hij ziet er natuurlijk ook wat een stuk gelikter uit. Betaal je daar nou veel meer voor? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Deze gewone airfryer die gaat vanaf €130. Maar dan heb je wel de gewone draaiknoppen. Wil je een digitaal display op een gewone airfryer, dan betaal je al €180. En voor 2 tientjes meer heb je de extra capaciteit van de XL. Dus heb je nou veel magen te vullen, dan is die XL wel het overwegen waard. Heb je die extra capaciteit niet nodig en geef je er niet zoveel om aan die draaiknoppen te zitten, dan kun je net zo goed voor de gewone airfryer kiezen. Wil je nog meer informatie over de airfryer? Ga dan naar onze website.